Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het gehoor. We gaan kort de anatomie bespreken, hoe geluidsoverdracht werkt en we gaan het hebben over verschillende aandoeningen die hierin kunnen optreden. In het bijzonder otitis media acuta en presbyacusis. Ons oor is ons gehoorsorgaan en evenwichtsorgaan. Deze video zal alleen het gehoor behandelen. Onze hersenen kunnen niks met geluidsgolven. Daarom moeten ze vertaald worden naar een elektrische prikkel, die zenuwen naar de hersenen kunnen brengen. Dat doet ons gehoor. Geluidsgolven omzetten naar zenuwsignalen. We gaan nu kijken hoe het oor dat doet. Laten we beginnen met de anatomie. Het oor bestaat uit 3 onderdelen. Het buitenoor, het middenoor en het binnenoor. Het buitenoor is de oorschelp en de buitenste gehoorgang. Dan komen we bij het trommelvlies, oftewel het membrana tympani, waar het middenoor begint. Dit is een met lucht gevulde ruimte die in verbinding staat met de neuskeelholte via de buis van Eustachius. Ook vinden we hier de gehoorsbeentjes, de malleus, oftewel de hamer, de incus, het aanbeeld, en de stapes, de stijgbeugel. De stapes drukt op het foramen ovale, waar het binnenoor begint. Het binnenoor wordt ook wel eens labyrint genoemd. Hierin zit het evenwichtsorgaan, maar ook de cochlea, oftewel het slakkenhuis dat belangrijk is voor het gehoor. De cochlea mondt uit in de gehoorzenuw en die gaat dan richting de hersenen. Nu weten we hoe het eruit ziet binnen in ons oor, maar dan is de vraag, hoe werkt het? Hoe komen we van een geluidsgolf naar een elektrisch stroompje in de gehoorzenuw? Het buitenoor vangt het geluid op, stuurt het geluid richting de gehoorgang en de trillingen zullen ervoor zorgen dat het trommelvlies gaat trillen. De malleus zit vast aan het trommelvlies en zal dus ook gaan trillen. Deze trilling wordt via de incus aan de stapes doorgegeven en door dit doorgeven wordt het geluid versterkt. De stapes komt uit op het foramen ovale, waardoor de trilling wordt doorgegeven aan de vloeistof in de cochlea, die ook gaat trillen. Als je een hoekje uit de cochlea snijdt, dan zie je dit. 3 parallele kanaaltjes met vloeistof hier in het blauw getekend. Daartussen lopen dunne membraampjes, waarin dit verhaal de lamina basilaris de belangrijkste is. Hier heb ik de lamina basilaris vergroot uitgetekend. Je ziet hem hier in het zwart. Elke keer als de stapes vibreert, wordt de vloeistof in de kanaaltjes in beweging gezet, waardoor golfjes ontstaan. Hierdoor gaat de lamina basilaris ook golven. En dan hebben we het orgaan van Corti om deze golven te interpreteren. Het orgaan van Corti zie je hier vereenvoudigd getekend in het paars. De haarcellen van het orgaan van Corti zullen gaan bewegen op de golfjes. De haren op de haarcellen zullen gaan bewegen. En bij elke beweging laat ze natrium naar binnen, waardoor de cel geladen wordt. Hierdoor ontstaat een actiepotentiaal die via de gehoorzenuw, dat is de 8e hersenzenuw, kan worden doorgegeven aan de hersenen. Omdat de haartjes allemaal een andere lengte hebben, van kort naar heel lang, kunnen we verschillende tonen horen. De korte haartjes pikken de hoge tonen op en de lange haartjes de lage tonen. Hoe harder de toon, hoe meer golven en dus hoe meer actiepotentialen. Zo kunnen de hersenen zowel toonhoogte als sterkte horen en interpreteren. Dan gaan we nu naar de pathologie. Er kunnen veel dingen misgaan in het oor die zorgen voor gehoorsverlies. Maar eigenlijk onderscheiden we 2 types. Conductief gehoorsverlies, ook wel prikkelgeleidingsverlies genoemd. En sensorineuraal gehoorsverlies, ook wel perceptieverlies genoemd. Conductief gehoorsverlies treedt op als de overdracht van geluidsgolven ergens gehinderd wordt, waardoor het niet of in mindere mate aankomt in de cochlea. Denk dan bijvoorbeeld aan een oorsmeerprop in de gehoorgang, ook wel cerumenprop genoemd, waardoor het trommelvlies niet meer trilt en er dus geen geluid meer wordt doorgegeven. Of bij een ontsteking van het middenoor, waarbij er allemaal pus rondom de botjes zit, waardoor ze niet meer makkelijk kunnen bewegen. Of bij otosclerose, waarbij er extra botgroei is rondom de stapes, waardoor die niet meer goed in het foramen ovale kan trillen. Sensorineuraal gehoorsverlies is het gevolg van afwijkingen aan zenuwen van het labyrint of van de gehoorzenuw, waardoor trillingen wel aankomen in het binnenoor, maar ze kunnen niet meer worden omgezet naar een actiepotentiaal. Vaak gaat het dan om schade aan de haarcellen, waardoor ze afsterven of beschadigd raken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouderdomshardhorendheid, oftewel presbyacusis. Ototoxische medicijnen, dat zijn medicijnen die toxisch zijn voor het oor. Ziekte van Meniere en aangeboren of infectieuze oorzaken. Twee van deze aandoeningen gaan we even wat dieper bespreken. De otitis media acuta en presbyacusis. We beginnen met otitis media acuta. Dit is een acute middenoorontsteking, die we allemaal wel kennen. Het komt vooral voor op de kinderleeftijd en gaat gepaard met heftige oorpijn. Het wordt veroorzaakt door verspreiding van bacteriën van een verkoudheid, die via de buis van Eustachius in het middenoor terechtkomen. Het leidt tot ophoping van pus in het middenoor. En soms is de druk zo groot dat het trommelvlies scheurt. Dan krijg je een loopoor, oftewel otoreu, waarbij het pus naar buiten loopt. In zeldzame gevallen kan de pus ook de andere kant op, dus richting het binnenoor, de naastgelegen botten van de schedel of zelfs de hersenen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een mastoiditis, oftewel ontsteking van het schedelbot precies achter je oor, ontstaan of zelfs een hersenabces. Dan hebben we nog de presbyacusis, de ouderdomshardhorendheid. Dit komt heel vaak voor. Bij ouderen degenereren de haarcellen van het orgaan van Corti. De haarcellen met de kortste haartjes verdwijnen eerst. Hierdoor begint het gehoorsverlies met de hoge tonen. Dit breidt zich uit tot steeds lagere tonen. Hierdoor kunnen mensen hoge tonen niet meer horen en wordt het moeilijker om geluid te onderscheiden van elkaar, wat erg vervelend kan zijn in een rumoerige ruimte en bij gesprekken waarbij meerdere mensen aan het woord zijn. Je hebt in deze video geleerd over de anatomie en functie van het gehoor. Je hebt de twee types gehoorsverlies geleerd, conductief en sensorineuraal, en je weet meer over otitis media acuta en presbyacusis. Bedankt voor het kijken!